Ik heb een melkveebedrijf samen met mijn dochter. En ik melk gemiddeld 100 koeien. En je moet het zien, ik moet 47% van mijn koeien inleveren. 47%. En je moet het zien, want het wordt niet goed uitgelegd in Nederland. Ik moet 47% van mijn bruto inkomen inleveren. Terwijl mijn grond- en waterschapslasten, mijn lasten naar de bank, mijn lasten energie, al die dingen gelopen door. Dat zakt niet mee. Dus mijn kosten, die blijven hoog. Mijn inkomsten gaan 47% naar beneden. Ongeacht wat er voor de toekomst is. Dus het betekent dat 80% van de melkveehouderij gaat failliet. En dan kunnen ze zeggen van nou, we moeten isolatie gaan verbouwen op ons land voor woningbouw of zo. Dat heeft geen verstand. Dat ga ik niet doen. Het is een beetje hetzelfde als dat Van de Valk morgen als panden moet houden, maar de helft van zijn kamers mag. Ja, of een restaurant die 100 stoelen heeft, is er 100 plekken. Dat gaat niet uit. Geen personeel weg mag doen. De lasten blijven hetzelfde, maar je mag maar 53 mensen te eten geven per dag. Dat betekent einde verhaal voor jou toch? Ja, eigenlijk wel. Ik ben 57, ik ben 40 jaar boer. Mijn dochter is net 2 jaar in het bedrijf. Nou, de ene keer slaan we met de vuist op tafel, de andere keer zit je te janken tafel. Ze hebben gewoon niks te verliezen. Maar ik verdom het om die agenten, die politieauto voor mijn stroom te blazen. We hebben de middelen, maar dat heeft geen zin. De mensen doen ook hun werk. Echt. Maar we blijven strijden en dit politiek zal een keer vallen of te vertrekken. En die gasten die zitten er 4 jaar. 4 jaar helpen ze het land aan de kloten. En die Rutte blijft natuurlijk weer langer, die rat. Maar na 4 jaar zijn ze weg. En dan komt er weer een ander, die heeft weer een nieuw plan. Maar die boer die zit hier al duizenden jaren. Boer ben je niet, of boer word je niet, boer ben je. Mijn kleindochter is 3 jaar oud. Je loopt een stukje paarden, 3 jaar. Je loopt zo'n knol. Ja, dat zit erin. Dan moet ik dat eruit slaan. Ik ben opa. Moet ik dat eruit slaan dan? Dat kan toch niet? Nou, dan sterf ik nog liever. Ik sterf nog liever. En dat ik opgeef voor deze waanzin. Het is gewoon politiek gezwam waar nergens over gaat. Zoals ze de gezondheidszorg gaan pakken. Ja, je filmt het wel, die onzin, hè? Die gezondheidszorg, de mensen met corona. Die voorin met ambulances in de strijd gingen om coronapatiënten op te halen. Die corona hebben, die blijven corona houden zonder beschermingsmiddelen, hè? Ja, die zitten nou in de bijstand dat het contract wordt niet meer verlengd. Die kunnen hun huis inleveren. Zo gaat Nederland met zijn volk om. Kijk naar de mensen van Groningen, met gas. Die laten ze gewoon met een instort gebouwd. Die zitten gewoon in een keet wonen ze. Zo gaan ze met het Nederlandse volk om. Ja, de toeslagenaffaire. De rampen. Geef die mensen verdomme hun geld terug. Ze hebben zat van die troep. Van waar steken ze het in de brand? Geef die mensen geld terug. Van waar zijn het zwarte indianen of weet ik veel wat voor ras. Geef die mensen hun geld en geef ze hun kinderen terug. Ja, ze hebben die kinderen niet gemaakt om in te leveren aan de overheid. Ja, zo is Nederland. Zo wordt er geregeerd. Het wordt tijd dat we gewoon een andere regering krijgen die met het volk is. Ja. Waarom groeit die boer-burgerbeweging zo hard? Dat ze de waarheid vertellen.